Oost-Holland Sport nabeschouwing. En dan gaan we door met Bert en met Zalandia. Ja, goedemiddag Robert Slinkman. Goedemiddag. Trainer van Zalandia. En jij speelde vanmiddag met jouw team tegen Voorst. En je won met 1-6. 2-6. Oh, nou, dan hebben ze die verkeerd neergezet. Maar 2-6, maar desondanks een mooie middag. En ja, hoe ging dat, die wedstrijd? Ja, we hadden eigenlijk tevoren met elkaar afgesproken om behoorlijk snel, wat we met veel druk naar voren te gaan spelen. Omdat ik voorstuk promovendus vanuit de vijfde klasse, een lastige start gehad. Ja. Ik schaar ons een beetje in het linker rijtje ploegen. Ja, en Voorst is wel een rechter rijtje ploeg, dus wilde eigenlijk met behoorlijk wat druk erop vrij snel een voorsprong ook forceren. En dat lukte eigenlijk prima, dus binnen 12 minuten stonden we al met 2-0 voor. Ja. Ja, dat hebben we uitgebreid op 0-4 bij rust. Mm-hmm. En was er nog een wedstrijd gespeeld in jouw ogen? De kwaliteitsverschil was wel heel erg groot. Maar goed, ik heb ze er nog wel op gewezen dat AZ natuurlijk laatst ook in Mostar ook een 3-0 voorsprong weggaf met een 4-3 nederlaag. Ja. Dus we hebben eigenlijk in de rust ook gewoon met elkaar afgesproken, joh, laten we op 0-0 gewoon gaan beginnen. Ja. En ook zorgen dat we die tweede helft gaan winnen. Dat is dan helaas dan 2-2 geworden. Mm-hmm. Waarin wij wel heel erg slordig waren de tweede helft. Ook veel mensen die naar voren toe liepen. Nou, dat is op zich ook wel logisch als je zo ver voor staat. Dan proberen mensen toch ook nog wel een doelpuntje te maken en aan te sluiten. Ja. Ja, en als je dan wat verdedigende foutjes maakt, dan is dat wel heel vervelend. Maar goed, wanneer moet je tevreden zijn? Mm-hmm. Als je van tevoren zegt, met 4 doelpunten verschil winnen en 3 puntjes, 3 wedstrijden, 7 punten. En dan mogen we daar best tevreden over zijn. Ja, dat kan me voorstellen. En dat je daar ook tevreden over bent. Bij Zalandia scoorde Jeremy van Krieken 3 keer. Was hij ook man van de wedstrijd of maakte hij gewoon 3 doelpunten? Nou, in mijn ogen maakte hij gewoon 3 doelpunten. Dan had hij er ook nog wel 3 bij kunnen schieten. maar hij is natuurlijk wel de centrale man voorin. Dus daar komen natuurlijk ook wel een aantal ballen voor. En Nou, daar heeft hij er 3 van kunnen maken. Kijk, hij is gewoon belangrijk voor ons als aanspeelpunt voorin. Is een tijdje geblesseerd geweest. Is net weer 2-3 weekjes terug. Ja. Je ziet langzamerhand dat zijn vorm wel weer terugkomt. Mm-hmm. Kijk, hij heeft vorig jaar voor ons in 13 wedstrijden 18 doelpunten gemaakt. En vorige week eentje tegen Klarenbeek, nu weer 3. Dus we hopen inderdaad dat hij ook fit blijft en ons er al veel doelpunten kan helpen dit seizoen. Ja, ik kan me voorstellen, want je staat nu met 7 uit 3 met 1 van de andere teams bovenaan, met nog 2. Heb je nog veel veranderingen in jouw team gekregen zo aan het begin van dit seizoen? Twee jongens zijn er overgekomen vanuit IJsselstreek, die natuurlijk geen eerste elftal meer hadden. Ja, ja. Drie moet ik zeggen. Waarbij Glenn Koolkamp op middenveld erbij is gekomen en Ros Bonavacia. Mm-hmm. Ja, die doen het hartstikke goed. Zorg ook voor een stukje stabiliteit binnen de ploeg. En ja, dat zijn ook jongens die al een jaar of 10 in de eerste elftallen meelopen. Dus die nemen dat stuk ervaring mee. En Mitchell Kiffen is weer teruggekomen op het oude nest, ook voorin. Nou, die is net terug van 3 weken vakantie, dus die is vandaag wel ingevallen. Maar die is ook gewoon goed voor een doelpunt of 10 of 15, denk ik wel, in het seizoen. Ja. Ja, en we hebben gewoon een hele goede onder-19 lichting gehad, waarin we vorig jaar al jongens geregeld mee hebben laten doen. Ja. En die zijn nu allemaal doorgeschoven richting 1. Dus ja, vorig jaar hadden we 13 voetballers die gelijkwaardig aan elkaar waren. En een paar jongens die daar iets onder zaten. En we hebben nu wel doorgeselecteerd. Dus we hebben nu eigenlijk 18 jongens die gelijkwaardig aan elkaar zijn. Ja, en die breedte die moet ons dit seizoen ook meer gaan brengen dan afgelopen seizoen. Ja, nou, dat weet ik wel zeker. Want als je een brede, goede selectie hebt, dan kun je nog eens een keer een stootje opvangen. Want hoe je het wendt of keert, je zult altijd te maken krijgen met een tegenvaller. En dan is het fijn als je gewoon een lekkere groep met jongens bij elkaar hebt die niet onder voor elkaar doen. Want volgende week dan staat een van de medekoplopers, Cuba Wilp, voor de deur bij jullie. En dat is ook een lekkere wedstrijd om naar uit te kijken. Ja, respect voor Cuba Wilp dat ze als promovendus deze uitslagen neerzetten met een jonge groep. Ja. Dus je hebt meteen eigenlijk een soort van topper begin van het seizoen. Ja. Maar goed, wij hebben
denk de afgelopen seizoenen thuis heel erg weinig wedstrijden verloren. We hebben de meest ervaren ploeg, dus ik vind dat we die moeten winnen. Het is gevaarlijk om altijd te zeggen, maar wij hebben denk ik inderdaad, onze ervaring moet ons volgende week gewoon aan 3 punten gaan helpen. En dan zal we natuurlijk een hele goede start hebben met 10 uit 4. Ja, precies. Dus dat zijn mooie vooruitzichten. Moeten ze wel eerst even waarmaken, ja, natuurlijk. Maar wij spelen wel met heel veel vertrouwen. We hebben natuurlijk onze bekerwedstrijden, Davo, vrij makkelijk gewonnen. Mm. Maar ook tegen een goed ABS, tegen een Kolmstaten. Ook niet verloren. Dus we zijn al een wedstrijd op 7 nu ook ongeslagen. En we hebben gewoon een hele goede uitgebalanceerde groep op dit moment. Die in staat moet zijn om gewoon veel wedstrijden te winnen. Ja, dat klinkt gewoon goed. Want je zit nu voor het tweede of derde seizoen, Robert, bij Zalandia? Dit is het tweede seizoen. Tweede seizoen. Maar goed, je kunt ook met het doorselecteren nu wel zien dat zo'n ploeg in opbouw is. Hè? En dan, natuurlijk is het dan fijn dat je ook gepaard gaat met goede resultaten. Wat ik zeg, we hebben echt een aantal talenten doorgeschoven. Ik hoop dat als jongens ook, zijn wel echt de Zalandia jongens, dat die ook voor de club behouden zullen blijven in de toekomst. Ja, dat blijft altijd even daar zitten er gewoon een aantal tussen. Die op een gegeven moment gewoon moeiteloze stappen richting een tweede eerste klas moeten kunnen zetten. Ja. Ik hoop het niet voor de club, maar die kwaliteit hebben zij wel. Precies. Dan ga ik je daar heel veel succes mee wensen. En we kijken uit natuurlijk de volgende week in die wedstrijd tegen Cuba Wilp. En we houden zeker alles in de gaten rondom Zalandia. Succes daarbij en ik zou zeggen tot gauw maar weer. We gaan ons best doen, Bert. Graag. En tot de volgende keer. Zo is het. Fijne zondag. Jij ook. Dag. Hoi.